Het is een oplossing waarbij we wel hebben geput uit inspiratie uit ons eigen verleden. We hebben namelijk al eerder een voorstelling gebracht waarbij we twee tribunes hebben opgesteld tegenover elkaar. Waarbij het publiek eigenlijk eerst op de ene tribune zit en de ene helft van het stuk ziet. En vervolgens van tribune wisselt en dan de andere helft van het stuk ziet. En dat idee, dat gaan we komend seizoen weer toepassen, maar dan eigenlijk in een XXL-formaat. Dus jullie hebben een prijs gekregen voor grote tribunes? Nou, het is eigenlijk ook het idee dat je een voorstelling maakt waarbij je eigenlijk twee kanten moet zien om het volledige verhaal te begrijpen. En waarbij het publiek ook... degene die begint aan de A-kant, om het maar zo te noemen, ook eigenlijk een andere voorstelling ziet dan degene die begint aan de B-kant. Jullie hebben dit al een keer gedaan, twee tribunes tegenover elkaar, en dat het publiek elke keer van welke kant je kijkt een andere voorstelling ziet, en dan draaien we om. Dat was Picnic. Hoe gaan jullie dat nu doen en wat voor show is dat dan? In dit geval speelt de voorstelling zich af in een exclusief restaurant, waarbij je aan de ene kant eigenlijk ja, die exclusieve gasten ziet die de meeste fantastische, maar ook bedreigde diersoorten voorgeschoteld krijgen. En aan de andere kant aan de andere tribune eigenlijk kant, zie je juist wat er zich achter de schermen afspeelt. Dat is natuurlijk de keuken en hoe dat er eigenlijk aan toe gaat in zo'n exclusief restaurant. Maar die kant bespiegelen we eigenlijk nog wat verder. Want we gaan ook kijken waar het voedsel eigenlijk vandaan komt. De voorstelling heet Wild. Wanneer moet die van start gaan? Wij mikken nu op 2 juni als eerste try-out dag. We hopen natuurlijk heel erg dat dat gaat lukken.